Ik zou zeggen, twijfel niet, geef je op en wie weet kunnen we samen gaan vloggen. De tijd zit erop voor ons. Ik ga eens heel eventjes terugkijken van waar het allemaal begon. En dat was afgelopen april. We zaten net in de lockdown. Ik deed dus mee met de one-to-one diet om af te vallen. En mijn doel was om in mijn trouwjurk te passen, omdat ik 10 jaar getrouwd zou zijn afgelopen jaar. En dat is gelukt. Lieve mensen, voor mij stopt het avontuur van vloggen voor de one-to-one diet TV. Ik wil jullie hartelijk danken voor alle leuke reacties die ik heb mogen ontvangen. Dat doet de mens goed, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook mijn doel kunnen bereiken dankzij jullie. Door het vloggen, dat was voor mij de stok achter de deur om mijn resultaat te gaan behalen. Want hey, wie wil er nu voor heel Nederland afgaan? Dat wil je toch niet? Elise en Sandra, mijn mede-vloggers, die gaan stoppen. Maar ik ga zeker door, want ik ben er nog helemaal niet. Ik moet echt een gezonde BMI bereiken. Dat wil ik zo graag. Dat is zo'n harde wens. Gelukkig gaat Frankie mij daar zeker nog bij ondersteunen. Ik ga aan mijn lijf werken. En volgens mij is dat wel gelukt. Niet alleen dat je dan op geestelijk vlak gaat werken. Nee, ik wilde ook gewoon echt lichamelijk wilde ik aan de slag. Ja, toen ik uiteindelijk die voor- en na-foto zag van goh, na zoveel weken ben je zoveel afgevallen. Van ja, super, super trots, super blij dat me dat gelukt is. En daarnaast is de vlog ook voor mij een stimulans. Als ik er naar terugkijk, dan geeft dat een extra motivatie. Maar ook de reacties die je erop krijgt. En ook te weten dat het mensen helpt om zelf ook dat proces aan te gaan of ermee door te gaan. Wat heeft het me nog meer gebracht? Ja, het contact met de andere vloggers. Dit zijn echt hele superleuke meiden. En die gingen als een speer met afvallen. Maar ieder doet het op zijn eigen tempo. En dat moet je niet vergeten. Ik ga wel door met vloggen, want ik heb dat echt wel nodig. Die stok achter de deur. Maar denk nu één van jullie van, nou, wat een goed idee. Want ook ik heb dat nodig. De one-to-one diet is dus op zoek naar nieuwe vloggers. Dus mensen, ben jij niet bang om lief en leed te delen? Meld je aan. Het is het echt waard. Als ik het kan, kan jij het ook. Heel veel succes en we zien elkaar nog wel eens. Ik zou zeggen, twijfel niet, geef je op en wie weet kunnen we samen gaan vloggen.